grote boek. Het grote boek achterin. Ja. Kom eraan, dus laat de staf maar binnen. Ja. Ah, heren. Heren, sorry. Absoluut geen tijd hoor. Gek uit deze week. Gaat u maar een kopje koffie drinken. Dit staat 1, 2. De tweede rechts is de snakkoknak. Zeg maar dat u voor Sinterklaas komt. Nee, geen tijd. Maar dankbaar werk. Dankbaar. Op de schoon. Ik wil wat je doen. Zo. Koekie. Hey, ben u dan nog toch? Wat zei ik nog naar beneden, heren? Tot mijn grote spijt, geen pepernootje tijd, moet over 10 minuten weer op de doopsters in de peuterkast zijn. Op, zie op, jongens. Pa, waar blijft hou er buiten op, hou er buiten. Ben je nou hoor? Koffie, hou er buiten, kok. Was nog Mira of Mira? Ze hadden geen eens een paar gereken. Het was Mira. Ja, Mira is een. Ab, moet je eens even luisteren, joh, voor de duidelijkheid. Dat je grappen maakt met de kinders, uitstekend. Zou je mij niet overhoren, prima, basta. Maar, nooit grappen achter de rug van Sinterklaas, hè? Dus niet achter mijn hoofd zo met die vingers, hè? En ook niet roepen met de zaal van Sinterklaas die van bril stoppen kikker in zijn bil. Is dat duidelijk? Ja. Pronto? Ja, Sinterklaas. Ja, pa? Ja. Juist. Luister goed op. Dit kostuum heeft jouw eigenste oom Leo gedragen. En daarin is hij verschenen aan tientallen kinderen uit de hoogste kringen. Die dankzij Sinterklaas nu zijn wat ze dan misschien niet allemaal geworden zijn. Maar dat lag niet aan Sinterklaas. Cor. Wat is het, kok? Het ruimt erop Cor. Hé? Snor. Hoezo? Oh, gedichten. 5 december hier thuis is het een leuke dolle boel. Hè, Ab, lach of niet? Ja, schijn maar uit. Gedichten pak je surprises. Maar buiten de deur ben ik een hele andere Sinterklaas. Hè. Streng, rechtvaardig, allure en historisch verantwoord. De bisschop van Mira heb ik 15 jaar lang bestudeerd. Voordat ik zijn motoriek, zijn mimiek en het Spaanse accent van de steek had. Voordat ik überhaupt dit habit aandorst. Jazeker. Koffie komt eraan, Cor. Hou je er buiten, kok. Hè. Maar die dingen worden door de mensen niet meer herkend. Struikelde jammer. Struikelde die ook zo vaak? Nee, Ab. Nee, zwarte Ab. De bisschop van Mira struikelde niet. Hè. Omdat in die tijd en in mijn jonge jaren. Daar werd nou opgestaan voor Sinterklaas. Werd gesidderd. In de houding stond men. Hè. En tegenwoordig. Hoe. Je ziet ze toch voorrijden in een verroest Volkswagenbusje. En gaan we rode cape omgooien, wat kreppapier, schande. En om 11 uur 's ochtends zijn ze al dronken, dankjewel Kokkie. 11 uur 's ochtends zijn ze al dronken. En ze doen maar wat, en ze, iedereen is zoet geweest, en niks grote boek bij zich. En ik heb het weer gezien, die ander die er was. Gooi de hele rotsen maar weg, gooi de snoepgoed maar, en lijfstraf van Homa. Niks komt er, wat is er ook? Wat gaat er op balen? Op balen? Nou, zal ik je vertellen. Talen, kale, verhalen, sierzalen, laserstralen, kielhalen. Jazeker, dankjewel. En mondgeur? Op mondgeur, voorkeur, tochtdeur, strontkleur. Ik ben namelijk bezig met het schrijven van een heel nieuw Nederlands rijmwoordenboek van 18.000 pagina's dundruk. Moet ik nog een uitgever zoeken. Helaas, afschiet op, kopje op, ga weg. Moet ik wat doen? Nee, pa! Nee, pa. Leuk. Hopla, hoepla, 2K. Nee, pa, wat zullen we nou krijgen? Nee, pa. Ik doe niet meer mee. Ik stop die kinderen niet meer in de zak. Hoe vaak moet ik hem nou uitleggen? Ab, dat doen wij voor de kinders der eigen bestwil en op de gang mogen ze weer uit de zak. Daar doen we toch voor. En als we daar nou nog voor betaald krijgen? Oh nee, geen sprake van. Ik zou voor dit Sinterklaaswerk geen stuiver willen ontvangen. Want het salaris van al die sidderende, angstige kinderlijfjes op je knieën. En die grote tranende, huilige, angstige ogen. Ja, Sinterklaas van de Laag. Dat kennen ze nog niet, maar goed. Ja, Sinterklaas. Dat is het mooiste salaris in geen goud te betalen. En hoe banger de kinderen maken wij voor Sinterklaas... Hoe meer kraken zij en hoe verder in de maatschappij. Zo zeg ik het altijd maar. He? Want kijk de geschiedenis maar op na af. Meneer Luns, grootman, altijd als de dood geweest voor Sinterklaas. Dr. L. de Jong zet in deze week nog elke avond 2 paar schoenen bij de haard. Jazeker. Tot op hoge leeftijd, als er op de deur werd gevonden. Boem, 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 boem. Koopt de oude meneer Romme rillend onder zijn bed. He? En dat is onze taak. Dat moeten wij ervan maken. En ik zal je vertellen af. Als wij nu zo meteen in het zaaltje van die doopsgezinde putterschool, in de crash, dat een rotventje van die naast je zit, en dan pak jij hem zo bij zijn oor. Je zegt, kom eens mee, dat is de radio. Huis, je hebt een leuke stem op, kan je zo leuk. En ik kom bij mij op de knie, en dan zal ik de opvoeding overpakken, waar die mooie meneer van hiernaast hem heeft laten liggen. Zo doen we dat. Is dat duidelijk? Wat is er? Wat ruimt er op dweil? Bijl! Bijl! Ab, kom op, pak de zak van me. Nee, maar, nee! Hey? Ik ga trainen! En sterkte hoor, vanmiddag! Zo, zo, dacht jij dat? Dacht jij dat, dat jij... Ja, goed, goed, dan hoef jij niet meer op een presentje te rekenen met Sinterklaas. En dan wil Sinterklaas ook geen presentje meer van Zwarte Piet. Is dat duidelijk? Ja, juist. Kokkie, weet je dat het jou uitstekend zou staan? Wat? De Zwarte Piet. Nou, reken maar. Zou je uitstekend staan? Reken maar. Smeer het maar in mijn haar. Goed, dan ga ik wel alleen. Dan ga ik wel alleen weer naar de scholen heen te spelen Sinterklaas zonder Pieter Baas. Ga je met de tram? Nee, ik ga met de wagen en dat hoef je niet te vragen.
je hebt geen rijbewijs. Ik heb 85 rijlessen gehad, Kokkie, en dat is meer dan jij, wat hij vlug daarop nog zei. Dag, Cor. En toen drukte hij zijn snor en ging er alleen vandoor. Op! Niet voor Sinterklaas, nog geen marsen bij de leertje. En omdat je bent een stoogbiet, krijg jij de kerstboom dit jaar ook weer niet. Je kan helemaal niet zijn, en de oliebollen wil ik ook niet. En ook niet al van broer. En als je dat maar weet, krijg je met mijn stap voor je dikke billen. Mijn naam is Cor van der Laken en wil hierom dat als er nog iets van dit Nederland terecht wil komen, ja, dat deze kinderen dan zo jong mogelijk angst en gehoorzaamheid voor de autoriteiten moeten bijbrengen. En vandaar dat ik als fulltime prodeo pedagoog. Ziekblauw, geen druppel gedronken, alleen kopje koffie thuis, wat mijn zoon heeft gezet, café Dap. Nee, is niet waar. Mijn vrouw had de koffie gezet, mijn vrouw Kok heeft de koffie gezet. Maar als u mijn vrouw Kok erbuiten wil laten, heel graag agent. Verder, misschien nuttig om te vermelden dat ik dit jaar kinderpostzegels heb gekocht. En dat ik best naar Nieuw-Guinea had gegaan, mits men mij gevraagd had, wat men niet heeft gedaan. Dus het is mijn schuld natuurlijk niet dat ik daar niet naartoe kon. Bloedproef mag rustig doen, maar liever niet, want kan ik niet zo best tegen, adjudant. Gewoon een mooi bureau heeft u hier. Maar uw collega, goedemiddag, had ik geloof nog niet gezegd, had ik nog niet goedemiddag gewenst. Ja, verder heb ik eigenlijk weinig aan toe te voegen dat de kinderen op mij rekenden en dat de samenloop van deze omstandigheden was. Maar dat het nooit meer zal gebeuren, kunt u ook rustig op zeggen, dat dit nooit meer zal gebeuren. Misschien als ik uw voorname krijg, dat ik de voorname in melkchocoladeletters laat bezorgen. Even, dat ik even langs ga trekken door mijn zoon Ab, die u ook erbuiten moet houden aan het bureau. Advocaat zal ik niet bellen, want heb ik geen advocaat, dus kan ik moeilijk bellen. Of als ik allebei een pond pepernoten, dat we nergens meer over praten, gewoon gezellig, omdat Sinterklaas weer aankomt. Pond pepernoten allebei, ja. Ze heeft wel genoeg van de Laak. Goed, commissaris. Van die dingen, ja, van die dingen.